Oké, zo ziet Screencast-O-Matic eruit op een ProWise tablet. Dit is de opnameomgeving. Je kunt kiezen voor screen, webcam of voor allebei. Je kunt aangeven wat de maximum tijd is. Je kunt aangeven wat de schermgrootte moet zijn die je gaat opnemen. Hij staat nu op 480, maar hij kan ook naar 720. En hij kan naar het actieve scherm of hij kan naar fullscreen. In dit geval betekent dat allebei. Nou, ik zet hem even terug naar 480. Dan kan ik schuiven zoals je ziet. Ik kan kiezen welke microfoon ik wil gebruiken. De ingebouwde microfoon van de ProWise tablet. Of in mijn geval een USB microfoon die ik er extra op heb aangesloten. En dat doe ik omdat de geluidskwaliteit dan een stuk beter wordt. Nou, en dan kan ik ook nog geluid opnemen van de computer zelf. Dus stel dat je iets zou willen opnemen met de systeemgeluiden erbij. Nou, je kunt allerlei voorkeuren instellen in de zin van sneltoetsen enzovoort. En dat is het wel zo ongeveer. Dan ga je opnemen. Ik ben nu trouwens aan het opnemen met Office Mix, dus ik weet niet of het allebei wil. Nou, ik ben nu kennelijk ook aan het opnemen met Screencast-O-Matic. En als je daarmee klaar bent, of nee, nou, laat ik je vertellen, je kunt ook pauzeren, zoals ik dat nu doe. En dan kan je even terugkijken. Ja, werkt ook allemaal. En als je klaar bent, klik je op Done. Dan kom je in dit scherm terecht. Ook dan kun je weer kijken of het gelukt is en hoe het gelukt is. En vervolgens kun je publiceren. Dat kan lokaal als videobestand. Dat kan naar Screencast-O-Matic. En zeker als je daar een account hebt, dan is dat aan te raden, want de kwaliteit daar is echt heel goed. Afhankelijk trouwens van hoe je dat instelt, en dat zie je hier. En je kunt ook uploaden naar YouTube, zoals je ziet. En je kunt zelfs meer diensten toevoegen. Zo kun je ook uploaden naar Dropbox, of naar Google Drive, of naar Vimeo. Nou, al met al echt veel mogelijkheden met behulp van Screencast-O-Matic, wat je beschikbaar hebt in een gratis versie, maar ook in een pro-versie. Even kijken of ik die informatie heel snel erbij kan halen. Nou, ga naar screencast-o-matic.com en je krijgt alle informatie die je hebben wilt.